Kaartje. Nee, ik hoor niet bij hem. Okay. Ja, andere helft 1931. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Jullie kunnen zien, ik ben inmiddels aangekomen op de locatie waar we vandaag een dienstje mee gaan draaien. Ik ben namelijk zojuist aangekomen in Horen. Want ze hebben daar een speciaal evenement. En wat voor evenement is zo? Gaat lekker in. Dat gaan we straks even vragen aan de coördinator. En de coördinator van de dag, zoals ik het begrepen heb, die kennen jullie ook al. Die hebben jullie misschien eerder gezien in een eerdere video. Dus dat is al een stille hint. En ik was even omkleden. Ik heb hier het vest. Ik heb het zojuist even... gele hoes gaat aan, we hebben natuurlijk een evenement, zoals de vraag van wanneer doe je het geel aan en wanneer doe je het blauw aan. Nou, dus voor het evenement willen ze graag ook het geel aan doen, dus gele vest gaat aan. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te bedoelen. We gaan natuurlijk uiteraard straks naar een briefing en ik heb van de week al het draaiboek gehad, daar staat al van alles in over hoe te handelen en hoeveel mensen erin gezet, wat de koppels zijn, de roepnummers en dat soort dingen. Dus als het goed is weet iedereen dat altijd, maar bij de briefing wordt het nog even benoemd, het laatste puntje op de i. En dan gaan we die kant op. Ik heb Mark inmiddels gevonden. Morgen is het nog. Goedemorgen. Ja. Hey, waar kunnen de kijkers je nog van kennen misschien? Nou, begin dit jaar heb jij een dienstje horeca met me meegedraaid in Horen. Ah, die aanhouding van die man die niet zijn legitimatiebewijs wil. Oh, dat klopt, ja. Weet je nog? Ja, dat weet ik nog. Ja, ik heb nog even teruggekeken van de week. Hey, maar toen zei je tegen mij van je moet een keer naar een heel bijzonder evenement komen. Dus ja. Wat gaan we doen vandaag? Nee, je bent vandaag op Lappendag. Dat is de laatste dag van de kermis. We hebben hier 10 dagen kermis gehad. Ja. En dat wordt vandaag afgesloten met een heel groot feest hier in het centrum. Met een markt die er is en... heel veel muziek en heel veel mensen. Maar is er dan is daar heel veel politie voor nodig of zo? Ja, het is een jaarlijks terugkomend evenement en er wordt heel veel alcohol gedronken. Dus op een gegeven moment krijgen we te maken met openbare orde. Dus mensen die met elkaar op de vuist gaan en dat soort dingen allemaal. Dus daar hebben we heel veel politiecollega's voor nodig. We zijn nu met ongeveer 80 man aanwezig. 80? Wow. Ja, en een gemeente ook, zo hoorde ik. Ja, handhaving van de gemeente Horen, die doet ook mee. Dus die... gaan we ons ook daarbij assisteren vandaag. En nou las ik in het draaiboek dat je me toestuurde dat ik geen koppel ben met jou vandaag, want nee. Jij hebt een andere taak. Ja, ik ben coördinator vandaag, dus ik hou alles in de gaten en ik stuur iedereen naar daar waar nodig. Dus je loopt vandaag met Marie Fleur mee, die... Die staat al achter de camera mee te kijken, dat komt straks zo. Ja. Hey, maar jij gaat lekker de hele dag binnen zitten? Ik zit de hele dag binnen, ja. Oké, nou, we gaan eerst even naar de briefing en dan succes vandaag. Na meer dan 500 jaar en de Lappendag ga je nu doen? Ik ga even kijken welke mensen er al ontzetting hebben voor die trein. Dat zodra we deze signaleren op het terrein, dat we deze kunnen wegsommeren of in ieder geval daarvoor kunnen optreden. 4 kleuren, groen, geel, oranje en rood. Rood, dan is het super druk. Dan is het helemaal vol en dan kunnen we eigenlijk niet meer die mensenmassa heen. Dus dat we ook mogen optreden in die andere 3 kleuren. We zijn inmiddels in het centrum van Horen en we hebben even een rondje gelopen of hier vandaan naar de locatie te komen. In ieder geval, de stad is opverdeeld in meerdere zones. En wij zijn gelabeld om één zone onder een zonecommandant te bewaken. Wat ik zeg, we zijn hier bewaken, toezichthouden, onze diensten draaien. Dat is misschien beter. Wat nog wel mooi om te zien is, we hebben hier nog even een korte kleine briefing, bespreking gehad. Even de koppen bij elkaar van wat doen we nou. Wat mooi om te zien is, er zijn een aantal mensen die op voorhand, of na wat ze afgelopen weken misschien gedaan hebben, of gisteren al, een gebiedsontzegging gehad hebben. Dus die mogen niet in het gebied van het evenement komen, of in het centrum van Horen. Dus dat kunnen we makkelijk op handhaven. Dat is natuurlijk op voorhand misschien ongeregeldheden al voorkomen. En wat zie ik heel mooi, ze hebben hier verblijfsontzeggingen, gebiedsontzeggingen, dat is maar net hoe je het noemt. Die kunnen ze al heel snel uitdelen als hier iemand bijvoorbeeld openbare dronkenschap heeft. En die is daar vervelend en wij moeten als politie ter plaatse komen. Dan kunnen ze ook gelijk een gebiedsontzegging geven. Dan kunnen we dan hier ter plaatse uitschrijven. En dan mogen ze de hele dag van het evenement hier, of voor een aantal weken zelfs, of dagen hier niet meer komen.
En dan daardoor weer, tenminste op voorhand, een hoop onruststokers. En dan heb je als het goed is heel snel al de druk te maken. Zeg je van de mensen die het feest willen verstoren eruit of hier niet in het gebied. Dat gezegd te hebben, denk ik dat we nu, het begint een beetje druk te worden. Het loopt een beetje vol. Heb ik nu eigenlijk niet veel te melden, dus we gaan wachten even af, denk ik zo. Hallo. Nee, ik kijk van YouTube. Dat kan. Nee, maar Jan wij. Ja, maar wat zijn jullie aan het doen? Jan Willem. Was hij aan het wilplassen? Jan Willem. Was hij maar aan het wilplassen? Jou ken ik. Mag ik op YouTube of kom ik hem niet op YouTube? Dat weet ik niet. Ja, maar heb je niet aan wilplassen? Nee, zeker niet. Als we gaan doen, komen we dan op YouTube. Hè? Ja, je mag nu ook wel op YouTube als je wilt. Gek thuis. Hij staat hier aan, wat willen jullie zeggen? Hey, kerels. Hey, groetjes naar mijn ouders. Abonneer en subscribe. Ja, dat is goed door. Ja, dat is tweetalig. Oké, dat komt goed. Okay. Nou, je gaat feestje vieren? Ja, natuurlijk gaan we een feestje vieren. Ja, we moeten werken helaas. Mijn telefoon moet echt met u op de foto. Ja, dat mag. Hey, man. We zijn inmiddels even terug op de tijdelijke uitvalsbasis voor de politie en alle andere diensten die vandaag betrokken zijn, zoals uiteraard ook de gemeente. Dat we op de beelden kunnen zien, de handhaving. We gaan even snel een hapje eten, want het begint al goed druk te worden in het centrum, maar het is voor de politie nu nog rustig. Dus alle collega's worden nu om een beurt in groepjes naar binnen gehaald om even snel wat te eten, zodat we dat gehad hebben. En hier achter me zie je ook dat inmiddels, daar zie je de trailer en hier voor me staat er nog een. De beredenen zijn inmiddels ook aanwezig en opgezameld. Die zijn al op het terrein, dus misschien dat we daar straks nog wat beelden van hebben. En er was nog wat leuks. Ik zag namelijk een voertuig van de handhaving staan en ik ken dat alleen uit van andere regio's en dit voertuig zag er heel anders uit, dus ik maak daar even wat mooie beelden van en dan gaan we straks weer richting het centrum. Zo Mark, hoe is het hier? Ja, druk. Ben je druk? Ja. Met wat? Nou, er waren net twee winkelboeven. Mm-hmm. Een collega die heeft een foto gemaakt van die twee personen. En die ga ik even nu naar iedereen doormailen. Hey, maar als digitaal wijkagent komt dat wel mooi zo samen dan, hè? Ja. Dat is wel heel verlappend. Maar even voor de kijker, wat doe je eigenlijk hier nou de hele tijd? Je zit achter een bureau, een laptop, zie wat porto's staan. Ja, nou ik hou in principe de verbindingen in de gaten. Als er vragen zijn met betrekking tot bijvoorbeeld het verkeer, dan zet ik ze door naar handhaving die hiernaast van staat. En eigenlijk doe ik de meeste communicatie tussen de collega's onderling. Vraag af en toe hoe het sfeerbeeld is buiten. Dat een beetje. Maar is het dan geen taak voor het OC? Of zit hij daar nog tussen? Of? Het zou een taak voor de OC kunnen zijn, alleen die hebben ook te weinig mensen. Dus die laten het aan ons over, maar ze luisteren wel met ons mee. En als wij een vraag aan hun hebben, een middels portofoon, kunnen we dat gewoon aan hun stellen. Grotendeels komt het op ons neer. Maar dan hebben we het alleen over het evenement, niet over de reguliere die inzet, ja, toch? Ja, klopt. Okay. Ja. Nou, volgens mij moet je even een foto doorsturen. Ik moet wat fotootjes mailen, dat klopt. Wat gaan we doen? Eerst gaan we even langs het EHBO-post brengen. Het gevonden sleutelbosje en alle gevonden voorwerpen die... gaan naar het Rode Kruis, dat mensen daar naartoe verwezen worden. Dus dat gaan we nu even doen. Yes, onze taak. Precies. En daarna, want er was ook... Daarna gaan we naar de locatie waar de horecacoördinator ons wil hebben. Zodat hij overal koppeltjes heeft, dat mocht er iets gebeuren, dat we met z'n allen daarop kunnen reageren. En dat het voor hem overzichtelijk is. Ja, wat ik vertelde net nog, dat natuurlijk even op de post waren om de maaltijd te nuttigen. Dat hebben we gedaan. Inmiddels hebben we het verzoek gehad ook weer terug te komen. Want het wordt nu namelijk zo druk dat het plein eigenlijk helemaal vol staat. En dat de coördinator dan een aantal vaste locaties wilt. Zodat code rood afgeven. Code rood. We hebben het in kleuren ingedeeld, zeg maar. Maar je kunt er straks niet meer doorheen lopen. Dus dan is het handig om op strategische punten collega's te hebben staan. Zodat alles wat aan de hand is, dat je dan snel erbij kunt komen. Ja. Kun je door, Lin? Gaan we doen. Yes. Zo, wat gaan we hier nu doen? Grootsteen hebben wel een groot evenement. Op het moment zijn heel veel mensen en om veiligheidsredenen hebben ze dat dichtgezet. Dus wij gaan security ondersteunen met deze taak. Okay. Zo rustig mogelijk te houden. Mooi, nou, let's go. Yes.
deur staat gewoon open. Dus. Ja, andere helft 1931 is met handhaving in het pand. We gaan even polscel nemen. Ik wil graag de eigenaar van de woning spreken. 1930, 1931. Die melding van die, dat de spullen uit het raam zouden gegooid worden eerder op de dag. Daar sta ik nu weer bij de woning. Zijn weer wat meldingen? Wat zijn nou de afspraken hier ervan? Met hoeveel zijn jullie in de woning? 20 man. Jullie weten allemaal van elkaar wie wat doet. Ik was toen nog niet bij. Ik heb het nooit weten, man, wie wat aan het doen is. Je weet niet wat iedereen doet, maar je weet wel wat er aan de hand is. Nee, maar het is gewoon, het is gewoon een zooitje. Ik denk dat we wel even leeg gaan. Het is jullie eigen woning en eigendom, dat zal maar een worst wezen hoe dat allemaal gaat. Ja. Alleen, er is eerder al, als ik een melding geweest, dat de bier zo naar beneden zou gooien, flessen geloof ik, begin van de middag. Ja, klopt. Ja, ik kwam binnen en toen bleek dat, toen stond de politie. Vervolgens is een ondernemer die komt weer naar toe dat weer een aantal dingen naar beneden vallen. Vervolgens krijgen we melden dat er 15 man in de deur naar beneden staan op te beuken. Dus het begint gewoon overlast te worden. Moet u nog één keer terugkomen, dan krijgt u van mij een bekeuring. Ja. Dus daar kan u niet verantwoordelijk voor. Ja, ik, dus je mag doorgaan, maar houd het netjes. Nee, of stuur ze weg. Ja, de woninggemeente Heijnaar stroomt. De woning is inmiddels leeg. Er blijven nog een paar over. Laat ze maar spullen voor de keer volgens de bekeuring. Ja, ik heb in de beveiliging gaan we bij de grote Noord wel redden. Er staat ook iemand handhaving bij. Is het idee dat wij weer even een rondje gaan? Goed komen. Ja, ja. Hallo meneer, hoe is het? Ik zou even kijken wie aan staat, hij staat aan. Ken je mij? Goed met u? Ja, wel lekker man. Maar je hebt al een aardig dienst op, denk ik. Nee, ik heb een paar op. Een paar op, oké. Maar is het een leuke dag gehad? Ja, zeker. Ik sta met Jan Vlogger Willem. Je maakt een mooie kopje van. Maar ja, man. Oké, het is nu 5 uur. Wat gaat er gebeuren? Nou, we hebben nu, zoals je ziet, iedereen gaat het evenemententerrein af. 5 uur hebben we een drooglegging en dat betekent dat alle taps gaan dicht, dus er wordt niks meer geschonken. En dan hopen we eigenlijk dat mensen gewoon lekker naar huis gaan. Dat mag. Ja, heb je een leuke dag gehad? Jazeker. Ja? Veel gedronken? Wel een beetje. En je gaat nu lekker naar huis? Nee, ik ga mijn vrienden. Oh, maar daar ga je nu naartoe? Nou, ik weet niet wel wat ik naar Oké. Nou, wel thuis. Goeie verhalen zo. Doeg! Hoor je er bij elkaar? Nee, ik hoor niet bij hem! Okay, maar nee, dat gaat niet om. Als ik iemand was gevallen, is het meteen drama. Mag ik wat zeggen? Ik was gevallen, ja, maar ik vind jullie staan hier met z'n vieren een leuk grap doen. Wat vind ik fout? Dat vind ik fout. Dat is wel fout, of niet? Eerlijk, leg ze uit. Ik weet het niet, we geven geen enkele gelegenheid om wat te zeggen. Ik roep drie keer, hé. Je geeft me weer geen gelegenheid om uit te praten, dus het wordt geen gesprek, toch? Oké, laat me praten. Ja? Mijn collega's zijn in gesprek, wij zien u beiden net al met die slang daar. Nee, bullshit. Nee, wens u een fijne avond. Wel thuis. Succes. Maar neem het zo doen dan. Snap je? Voordat ik kan het beter tegen u zeggen. Ja, oké. Okay, maar voordat ik ongeëerd was, dat is drama. Alleen dat ga ik zeggen. Heel.
hoofd gesleept aan de haren tegen de hoofd. Als jullie daar gaan staan, ga ik in één toertooi de ambu opvangen. Ja. Hallo. Wat is er gebeurd? Ze is door midden haar haren naar de grond gesprongen en ik word tegen haar hoofd. Ja, precies. Ik denk dat dat wel kan. Zo, daar zijn we dan. We zijn aan het einde van de dag gekomen. Hoe was het? Ging goed. Ja, hè? Ging goed, hè? Ja, ja. Was een mooie dag. Mooi weer. Leuke mensen. Veel alcohol genuttigd, denk ik wel. Ja, ook. We hadden natuurlijk even die laatste melding nog van die meneer die naar de grond was geslagen. En dan, ja. Ik heb begrepen dat er was een verdachte aangehouden, toch? Verdachte is aangehouden, inderdaad. En, twee. Er zijn er twee aangehouden. Twee zelfs. Twee verdachten. Twee, ja. Het ging voor ons even heel snel allemaal. Maar het was niet helemaal duidelijk wie nou geslagen had. Dus zijn ze allebei aangehouden. Maar goed, dat is altijd belangrijk. Als je getuigen te plaatsen hebt, dan heb je altijd iets van foto's of een signalement. En na de aanhouding daarvan konden we nu verdachten aanhouden. Ja. Mooi. En Mark, hoe was het binnen op de commandopost? Ja, de ene keer was het rustig en de andere keer was het wat zwaar aanpoten. Omdat er best nog wel wat meldingen kwamen, incidentjes die gebeurden, kleine vechtpartijtjes waar collega's dan snel te plaatsen waren, tussen springen. Dus in vergelijking met andere jaren hebben we een goede lappendag gehad met alleen maar deze aanhouding en meer niet. Altijd wel wat mensen die dan onwel zijn omdat ze te veel alcohol hebben gedronken. Maar vooralsnog een mooie lappendag gehad. Mooi dienst. Ja, zeker. Nou, dan wil ik jullie weer even zo bedanken voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En dan zeg ik tegen iedereen tot de volgende keer. Ja. Volgende keer ja. Horen. Precies. Ja. Oké. Later. Later.